Goedenavond mevrouw, gaat u Koningsdag vieren? Ja, ik ga Koningsdag vieren. Ik ben overdag in de winkel, maar ik sta ook op de markt in het park. En ik ben afgelopen week ook bij het Koningsdagconcert geweest. Dus het was ook wel heel leuk. Ik heb de koning en de koningin ook even kort mogen begroeten. Oh, je hebt hem al ontmoet? Ja, ontmoet. Heel kort mochten we even de handen schudden. Maar dat was wel een heel bijzonder moment. Moest je geen elleboog geven? Nee, geen elleboog. Heb je een selfie gemaakt met de koning? Nee, dat mocht ook niet. Je mocht geen foto's maken. Oké, ja. Maar ik sta in. Loop je altijd... Ja, dat kwam er even tussen. Waar niet. Het is gewoon lekker spontaan. Ja, spontaan, ja. De koning komt. Ben jij voor... Oh nee, we mogen niet over de politiek hebben. Ik wou vragen of je voor een democratie bent of voor monarchie, wou ik vragen. Het gaat samen, hè? Dus we hebben monarchie, maar we hebben ook een democratie. Dus dat is fijn. Nee, want ik hoorde dat er een demonstratie komt. Oh, er komt een demonstratie. Om 11 uur is Willem-Alexander met Maxima op het station. En dan lopen ze naar Onze Lieve Vrouwenplein en het Vrijthof. Maar er komt een demonstratie van mensen die tegen het Koningshuis zijn. Dus er zal veel politie op de been zijn. Er zal sowieso veel politie op de been zijn. Ik denk dat de paarden ook weer komen, hè? Ja, die zullen er ook bij zijn. Ja. Ja, als je een paard ziet dan, en je maakt een foto, dan moet je maar even vragen of die paarden kunnen lachen. Ja. Ik vraag altijd of ze kunnen lachen. Maar jij gaat dus ook weer verslag leggen die dag. Ja. Oké, nou dan allemaal kijken naar de razende reporter. Die ken ik al jaren. En die doet het heel goed. Eén van de toppers. Dankjewel. Alsjeblieft. Dit is allemaal live. Ja, allemaal live.